zichzelf. Hier, wat is het uitgangspunt van de money to work, van het money to work handelssysteem, het MTW handelssysteem? Wel, de markt heeft altijd gelijk. Dus steek geen energie in het voorspellen van de markten, steek eerder energie in het volgen van de markten. Analyseer de trend, analyseer de signalen en probeer met alle mogelijke technische hulpmiddelen die we ook vandaag zullen aanreiken om deze markten te volgen. Zo, op basis van deze uitgangspunten heeft Alwies dan ook zijn strategie ontwikkeld. In het kort wel, deze strategie vindt u terug met een uitgebreide beschrijving op de website van WH Self Invest in de store zelf. Laten we er even naartoe gaan. Ik open even een browser. Zo, we gaan even naar de website WH Self Invest. NL of .be. En u ziet op de homepagina zit u de store, dus waar u de strategie eventueel kan aankopen of kan huren. Ik klik even verder. Zo, en dan ziet u hier als tweede keuze Money to Work TSS pakket. We klikken even door. Zo, en dan vindt u hier de strategie uitgeschreven. De strategie in detail. Ik zet deze URL even in de chat. Zo, daar vindt u ze alvast volledig uitgeschreven. Dus in detail, met de koopsignalen, wanneer we in de markt gaan, wanneer de positie etc. gesloten wordt, en wat de vier criteria zijn van een goed koopsignaal. Daar zal Alwies dus wat meer op ingaan. Dus maar daar vindt u reeds de strategie op zich uitgeschreven en hoe u alles interpreteert. Zo, dus dit pakket kan u, indien het u interesseert, of huur op maandbasis of aankopen. Dus ook dat kan automatisch via de store. Voor klanten van WH Self Invest kan u uw rekeningnummer ingeven en wordt het dan inderdaad ook van uw rekening gedebiteerd. Op die manier kan u een pakket aankopen. Het pakket is geschikt voor nanotrader free, dus de gratis versie, om te handelen forex en CFD's. En nanotrader full. Dus waarmee je kan handelen in futures, in CFD's en in forex. Dus voor beide versies kan je dus dit pakket waarmee je zelf in- en uitstapt dus aankopen. Bon, en is het nu even tijd om de muis door te geven aan Alwies, die de presentatie verder zal overnemen. Een ogenblikje geduld. Ik geef nu even de fakkel door. Ja. Oké, dan ga ik nu nog even. Goedemiddag, hartelijk welkom. Leuk dat u interesse toont in mijn programma. Misschien enkele onder u die zullen mijn naam misschien wel wat eerder tegen zijn gekomen. Ik mag me verheugen in het feit dat ik eigenlijk de mensen van WH Self Invest eigenlijk al heel lang ken. Ik heb 10, 11 jaar geleden heb ik alles een paar keer presentatie mogen geven. Dus tot dat betreft lopen de contacten al heel lang. En inmiddels zijn we natuurlijk allemaal weer een stukje ouder geworden. En dat is eigenlijk ook de reden waarom dit programma is tot stand gekomen. Want ik ben namelijk geen producent van systemen of ontwikkelaar van systemen. Het is puur eigenlijk gekomen doordat ik zelf ook ouder werd. En merkte dat ik minder constant ging handelen. En meer problemen met mijn concentratie kreeg. Dus op een gegeven moment had ik een kennis die bij de universiteit in Amsterdam. En die zegt, ik zoek iemand die kan programmeren, want dat kan ik niet. En hij zegt, nou, ik weet wel iemand. En die man die was zelfs nog ouder dan ik ben. En die zegt, nou, dit lijkt me een heel goed idee. En zo zijn we aan de gang gegaan.
Nou ja, dat is natuurlijk sneller gezegd dan gedaan. Uiteindelijk zijn we ruim 2 jaar bezig geweest voordat we eigenlijk zover waren dat we tot een werkbaar iets kwamen. En aangezien ik zeker voor mezelf heel erg kritisch ben, moet het gewoon voldoen aan een aantal voorwaarden die ik stel. En dat heeft ruim 2 jaar geduurd. En zo zijn we dus eigenlijk vorig jaar op een gegeven moment met dit systeem gekomen. En toen hebben een aantal mensen gezien. Ja, die wilden het graag hebben. En nou ja, van het een komt dan het ander. En zo ben ik dus ook weer met WGA Zelfinvesting in aanraking gekomen. En die waren ook enthousiast. En die hebben ook de resultaten ervan gezien. En die zeiden, nou, misschien is dat iets voor onze klanten. Nou, wat u hier voor u ziet, het grote scherm, dat is een 1-minuut grafiek. Dit is zeg maar de basisopstelling die ik zelf ook hanteer. Voor mijn eigen handel. Het grote scherm is dus de 1-minuut grafiek. Ik heb rechtsboven heb ik een 5-minuut grafiek staan. Dat heb ik een lijnchart van gemaakt. En dat heb ik gedaan omdat toen ik ooit ik ben eind 1986 begonnen op de optiebeurs als marketmaker. En toen in 1987 toen ben ik begonnen met technische analyse. En was dat eigenlijk het eerste waar ik me op ben gaan specialiseren, op patroonherkenning. Nou, en daar gedaan dus eigenlijk dit erbij. Kijk, omdat je dus zoals bijvoorbeeld hier kun je dus heel leuk. Kijk, hier kunt u dus ook heel leuk zien dat je dus een mooie dubbele bodem hebt. Nou, tot nu toe heeft dat nog niet echt geresulteerd in een opwaartse beweging. Maar goed, je ziet dus vaak heel duidelijk de patronen beter. Omdat je namelijk met een lijngrafiek filter je als het ware de toppen en de dalen weg. Rechtsonder heb ik een 15-minuten grafiek staan. En dat is eigenlijk voor mij de belangrijke grafiek. Omdat die laat zien waar ik eigenlijk vandaan kom, waar de koers vandaan komt. En waar die eventueel naartoe kan en waar ik steun en weerstand onder vind. Kijk, ik heb hier. Kijk. Deze middelste lijn, dat is de pivot point. Ik weet niet of u weet wat pivot points zijn. De meeste onder u zullen het waarschijnlijk wel kennen. Anders moet u eens kijken op investopedia.com. Dat is een hele leuke website, een soort encyclopedie. En als u daar op gaat zoeken op pivot points, dan krijgt u een verhaal met de formule en alles erbij. Nou, de pivot points die worden berekend aan de hand van de koersen van de vorige handelsdag. Dan is het pivot point, dat is het middelpunt. En dan hebben we 3 levels naar boven. En dat kunnen dus in principe, zoals in deze situatie, zouden dat dus weerstanden zijn. En we hebben 3 levels naar beneden. En dat zijn de steunniveaus. Nou, we zien dus hier bijvoorbeeld in de euro-dollar dat het eigenlijk voor geen meter wil bewegen vanochtend. Dus daar komen we niet veel verder mee. Maar wat je dus gewoon heel frappant is, dat hij rond dat pivot point blijft hangen. Ik moet eerlijk zeggen, vroeger was ik nooit een fan van pivot points. Omdat ik vind dat het het wordt van 1 dag berekend en dat stelt 1 dag voor. Elke dag kan weer anders zijn en dat is zeker voor een daghandelaar van belang. Maar het feit dat er dus de laatste 10, 15 jaar steeds meer mensen met dat pivot point systeem zijn gaan werken, krijgen dus op een gegeven moment de self-fulfilling prophecy. Ja, dat betekent gewoon dus dat als er maar genoeg mensen naar kijken en als er maar genoeg mensen zeggen van nou, daar zal wel steun of daar zal wel weerstand liggen, dan zie je gewoon dat de koers vaak gaat stagneren op zo'n punt. Dus daar vandaan dat ik dat in de gaten hou. Kijk, want ik wil natuurlijk graag weten wat de rest van de wereld doet en daar pas ik mij aan. Kijk, ik heb 2 uitgangspunten eigenlijk. Dat is de laatst gedane prijs. Dat is de enige juiste prijs. Dat zei Philippe net al in de inleiding. En ik zoek het momentum in de markt. Dus wat doe ik in feite? In feite loop ik met de markt mee. Alleen, ik probeer er zo dicht mogelijk op te zitten. Maar dat heeft ook weer een nadeel. Als je er te dicht op zit, dan krijg je te veel signalen. En dat resulteert dan ook weer in te veel foute signalen. Dus ga je er te ver achter zitten, neem je te veel zekerheden, dan loop je natuurlijk weer achter de markt. Dus in dat stukje, daar opereer ik in feite, in die marge. Nou, daarna zult u op een gegeven moment ook zien dat soms wel eens dat je denkt van nou, dat had ik een signaal willen hebben, maar daar komt geen signaal. Maar dat heeft gewoon te maken met de instelling van het systeem. Ja, omdat je namelijk niet à la minuut kan inspelen op de volatility in de markt. Dat is gewoon heel erg moeilijk intraday. Intraday kan die volatility per minuut of per 5 minuten kan dat verschillen. Nou, we zien het bijvoorbeeld hier in hier rechts van het 15-minuten grafiek. Ziet u dus dat we eigenlijk rond de pivot point blijven hangen. Het lijkt erop dat we dus nu inderdaad een beetje. Kan ik even kijken? Kan ik dat
groter maken. En het lijkt op dat we nu uit dat patroontje een beetje uit willen breken naar de bovenkant. Nou, dan ga je dus bijvoorbeeld naar de 1 minuut grafiek. En daar ga je dus kijken of je een signaal kan vinden. Nou, ik zal u eerst vertellen hoe het systeem een beetje werkt. Om een signaal te genereren, voor hetzij koop, hetzij verkoop, moet je voldoen aan 4 voorwaarden. Kijk, u ziet hier die grote driehoeken, zowel groen als rood. Rood betekent uiteraard short en groen betekent groen. Sorry. En dan moeten we op, stel dus dat we zo hier hebben een groene driehoek, dat ziet u hier. En u ziet op de achterkant, op de achtergrond, ziet u ook een groene verticale lijn. Nou, dat zijn al 2 voorwaarden. Dan moet de candle nog positief zijn, dus dat is in dit geval hier. U ziet dus dat de close ligt boven de opening van de candle. En de PMA, dat is hier, dat is de Proprietary Moving Average. Dat is een Moving Average die we zelf ontwikkeld hebben. Kijk, we hebben natuurlijk niet de Moving Average uitgevonden. Maar we zijn daar wel mee aan de gang gegaan en we hebben die dingen allemaal aangepast naar ons eigen idee. Kijk, u moet het zo zien met dit systeem. Wij hebben niet het wiel opnieuw uitgevonden. Maar wat we wel gedaan hebben, dat is gewoon een aantal dingen, bestaande zaken, proberen te combineren op een manier zoals wij denken dat het beter is. Ik geef altijd als voorbeeld, als we kijken naar de kok van de snackbar op de hoek en we kijken naar de kok van het sterrenrestaurant, dan komen ze allebei bij de macro, bij de sligro. Ze hebben dus de beschikking over dezelfde ingrediënten, maar de producten die ze maken, die zijn totaal verschillend. Nou, zo moeten we dat ook met technische analyse bekijken. Er zijn gewoon ongelooflijk veel mogelijkheden en om combinaties te maken. Dus daar gaat het om dat je als het ware een beter recept hebt dan eigenlijk de rest. Dat is het streven. Dus kijk, we hebben hier. Sorry, ik heb het niet. Hebben we dus een signaal dat voldoet aan 4 voorwaarden. Grote candle. Ik heb die verticale groene kolom op de achtergrond. De candle is goed. En mijn PMA heeft een goede kleur. Nou, wat doe ik dan? Als ik daar voldoe aan mijn 4 voorwaarden, dan wil ik onderin in mijn MACD wil ik een bevestiging hebben. Ik zal even crosshair erbij pakken. Ja. Kijk, we zien nu die verticale lijn die ik erin heb staan. Dat onderin vergelijk ik dat dan met de MACD. Kijk, je moet zien dat deze horizontale lijn, dat is de nullijn in de MACD. Als die MACD rood is onder de nullijn, dan handelen we in principe short. Zit die boven de nullijn, dan handelen we in principe long. Nou, is dat, ik zeg ook in principe, dat is niet altijd zo, want er kunnen tegengestelde signalen komen, maar over het algemeen is dat dus wel zo. Dan wil ik dus, als ik hier een signaal heb in mijn grafiek, dan wil ik de bevestiging hebben onderin mijn MACD. Nou, we zien dus duidelijk hier dat die MACD hier door de nullijn is gegaan. Hij is mooi donkergroen, hij blijft boven die rode lijn. Dit is eigenlijk een heel mooi signaal. Dit is gewoon een signaal dat voldoet aan mijn voorwaarden. Nou, wat doe ik dan in principe? Dan kijk ik naar de close. En dan leg ik daar boven, in het geval van de euro-dollar bijvoorbeeld, hou ik meestal aan 2 pips. Leg ik boven de close van die candle, leg ik een buy stop. En ik werk met een buy stop, omdat ik vind dat de markt, die moet een beetje de ruimte hebben om te kunnen bewegen. Het kan namelijk zo zijn. Dat die markt, op het moment dat die long gaat, wil u natuurlijk hebben dat die koers omhoog gaat. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Het kan altijd in één keer omdraaien in die markt. Dus je moet die markt een beetje de ruimte geven om te kunnen bewegen. En op de tweede plaats, waarom doe ik daar niet moeilijk over dat ik 2 tips eigenlijk laat liggen? Omdat ik ervan uitga dat als het momentum klopt, en de markt zich gedraagt zoals hij normaal gesproken zou gedragen,
dat dan die markt wel omhoog gaat. En dan maak ik me niet zo druk of ik nou 10, 12 of 13 tips kan pakken. Want ik ben altijd heel erg voorzichtig met de risico's. Kijk, succes met daytraden, dat heeft heel veel te maken met het beheersen van je risico's. Je moet gewoon proberen om de foute trades zoveel mogelijk te elimineren. Heb je dat onder de knie, dan ga je pas kijken hoe kun je je winnende trades verbeteren of je marge verhogen. En dat is de normale volgorde. Nou, we zien dus in dit geval, even kijken, de close van deze candle is 10651, het vijfde cijfer achter de komma, dat vergeet ik altijd even voor dit gebeuren. Dus 10651 is dus eigenlijk de close, de plus 2 pips. Dus 10653 leg ik dan mijn buy stop. Kijken we even waar dat is. Dat is even kijken. 10653, dat was dus ja, hier ongeveer geweest. Nou, u ziet dat u dan in de volgende candle gehit was geworden, de volgende minuut. Wat ik ook, dat is tussendoor even, als ik een order inleg en die wordt na 5 minuten nog niet gehit, dan cancel ik die order. Ik laat dus een order nooit langer dan 5 minuten in de markt liggen. Mede omdat ik dus zeg, van ik zit heel dicht op de markt, dus het momentum moet snel gaan komen. En om die reden wacht ik nooit langer dan 5 minuten. Nou, in dit geval gaat dat dus niet op, waar we al meteen in de volgende minuut gehit. En even kijken. En dan op het moment dat, dat ik in de plus kom, trek ik mijn stop los op op het moment dat ik 2,5 pip in de plus kom, trek ik mijn stop los op naar break-even. Kijk, op dat moment kunt u dus in principe niks meer verliezen. Hoogstens misschien nog de kosten van het roken. Nee, maar dat zijn peanuts. Dus daar moet u niet te veel op letten. Natuurlijk mooier is als u een halve pip of een pip hoger kan leggen. Maar dat moet de markt natuurlijk ook toelaten. Maar eens even kijken wat de high van deze candle is. Die is 10657. Nou, dan ziet u dus dat ik hier makkelijk tijd had gehad om mijn stop-loss naar break-even te leggen. Nou, dus die break-even stop, die had dan op 10653 gekomen. Ja, dus in dit geval had u dus 4 pips in feite had u sowieso kunnen pakken. Nou, dat is de keuze die de handelaar doet. En dan zegt u van nou, kijk, standaard is een bracket order die ik zo zal demonstreren. Het staat ingesteld op een target van 10 pips of een stop los van 10 pips. Maar u moet natuurlijk ervan uitgaan, kijk, die markt gaat zijn eigen weg. En u en ik bepalen niet wat die markt gaat doen. Dus je bent altijd overgeleverd aan de grillen van de markt. Dus als ik dus op een gegeven moment in een trade zit en ik stel mijn targets 10 pips en ik zie dat hij naar 4, 5 of 6 of 7 pips begint te haten, dan sluit ik gewoon die order en dan pak ik die winst. En want dat is namelijk de essentie van daghandel. De essentie van daghandel is gewoon steeds kleine beetjes pakken. Ik geef altijd als voorbeeld, ik heb liever 3 trades van 3 pips op een ochtend, dan 1 trade van 10 pips. Want als ik 1 trade van 10 pips wil doen, dan moet ik waarschijnlijk veel langer in de markt zitten. En elke seconde dat ik in de markt zit, loopt het risico. Nou, en ik ben natuurlijk vies van risico in feite. Kijk, risico moet je lopen, anders kun je natuurlijk niets verdienen. Maar het gaat er wel om te proberen je risico zo klein mogelijk te houden. Dus in dit geval, stel dan even in dit geval dat we dus gewoon stop loss en break-even hadden gelegd, dan had ik gezien dat ik of een paar tips had kunnen pakken. Had u dat niet gedaan, dan was u bij deze candle hier was u uitgestopt. Nou, dan had u het geprobeerd. Oké, niks aan de hand. Want u wordt uitgestopt op week even. Maar je hebt het wel geprobeerd. Zonder risico. Maar dat is natuurlijk het mooie. Kijk, de mooiste trades zijn die trades waarin je snel mogelijk je stop los naar break even kan leggen. Want dan kun je al niks meer verdienen. Dan kun je eigenlijk alleen maar eraan winnen. Nou, wat we ook hier zien, dat kan ik ook meteen even uitleggen. Kijk, we zien dus ook hier onderin de MACD
door die rode lijn zakken. Nou, je ziet dan ook dat de kleur verandert. En dat wil dus zeggen dat op dat moment het opwaartsmomentum aan het afnemen is. Kijk, ik zeg niet dat het opwaartsmomentum weg is, maar het is wel aan het afnemen. En terwijl je dat in de koers vaak helemaal niet kan zien. Nou, op die manier weet ik dus, stel dat ik een signaal krijg, kijk in deze bijvoorbeeld hier, dit is weliswaar een driehoek, maar er zit geen verticale groene balk achter, dus het is geen compleet signaal, maar stel dat dit wel een compleet signaal was geweest, dan zou ik deze P niet doen. Puur vanwege de reden dat mijn MACD hier lichtgroen wordt, hè, dus onder die rode lijn komt. Dat geeft gewoon aan, hè, dat als ik nu rond ga, dat ik een high risk P doe. Kijk, als u het doet, ja, dat is natuurlijk uw eigen keuze, hè, als u denkt van dat gaat wel omhoog. Maar puur technisch gezien, volgens mijn systeem, moet je deze trade niet nemen. En kijk, en zo filter je dus een aantal situaties eruit waarin je eigenlijk te veel risico loopt. Kijk, je ziet inmiddels, ziet u aan de rechterkant, hè, dan ziet u op de 5e minuut dat het inderdaad aan de overkant van de range eigenlijk van de machtig zit. De kans dat je op dit moment misschien uit kan breken is wel aanwezig, maar goed, dat zal waarschijnlijk vanmiddag gaan gebeuren. Op de 5 minuten ziet u het in detail. Dan ziet u ook een enorm bodempatroon. Nou, je zou hier zelfs kunnen zeggen, kijk, dat is de reden waarom ik hier een lijn gefiet heb. Die hele bodem zou je kunnen zien als een pop. Dan zou je dit als een linkerschouder kunnen zien. En dat zou je dus als een rechterschouder kunnen zien. Dat betekent dus dat als we boven dit level komen hier, dat je eigenlijk technisch gezien een pooksignaal hebt. En dan kun je ook heel simpel zeggen, naar de afstand, van deze afstand, van die neckline tot de onderkant, dat kun je omklappen naar boven, dus kun je hier ergens uitkomen. Dat zou grofweg de target kunnen zijn. Kijk, dus zo kunt u op een gegeven moment de risico's iets verminderen, en kijken of je wat meer kansen hebt. Kijk, ik zeg altijd, het systeem doet ongeveer 75% van het denkwerk voor u. Die laatste 25% die moet u zelf als handelaar of als trader eigenlijk toevoegen. En dat kan namelijk dan ook, dat kan ook het verschil maken tussen u, mij en uw buurman. Nou, dit is wat betreft dan de Euribor. Misschien is het leuk om dan nu even over te gaan naar bijvoorbeeld de DAX. De reden te maken, er zijn ook heel veel mensen die de DAX handelen, die het interessant vinden. Ik doe er zelf ook regelmatig wat in. Of kan ik niet zeggen dat de tweede helft van 2016 was de DAX met name beter te handelen dan de Euribor. Maar vanaf het moment dat Trump gekozen is tot president, zag je dus op een gegeven moment dat die Eurodollar weer volatieler werd. En ik haal het zelf bij thuis. En ik zie dus ook nu dat op dit moment de Eurodollar beter te handelen is in januari dan de DAX. Maar dat neemt niet weg dat, kijk, als daghandelaar zoek je natuurlijk beweging. Dus je zoekt uiteindelijk iets wat volatiel is. En dat is natuurlijk toch vaak die DAX intraday wel. Even kijken. Ik weet niet of u dat geluid ook hoort, maar dat geluid, als u het hoort, die sirene, die komt omdat hier een driehoek staat. Dus het is een soort pop-up voor u. Ja, dat als u toevallig even koffie gaat zetten of even omdraait, dan let op, er kan wat aan zitten komen. Ik wil niet zeggen dat het een compleet signaal is, maar het geeft wel aan dat u alert moet zijn. Nou, wat u bijvoorbeeld hier ziet, dat hebben we dan, kijk, in de 15 minuten rechtsonder, daar staan dus die pivots. Nou, u ziet bijvoorbeeld in de DAX hier, dat die, even kijken, was dat, nou, dat was niet vanmorgen. Maar hij is in ieder geval van de pivot, is die, kijk, dit was vanmorgen de opening, heeft die pivot er even aangeraakt. En vervolgens is die als speer naar het zuiden gegaan. Kijk, en dan zie je dus op een gegeven moment ook dat hier in eerste instantie, dat toen je in de buurt kwam van die eerste support, die S1, dan heeft het even gehaperd. Want kennelijk zat er dus zoveel neerwaarts moment in die markt, dat die gewoon doorgegaan is. Kijk, dat is natuurlijk het punt. Ga er niet van uit dat die levels altijd werken. Kijk, als die markt wil gaan, gaat die toch wel. Die markt gaat uiteindelijk altijd zijn eigen weg. Maar je hebt natuurlijk een aantal hulpmiddelen die bij normaal functionerende markten
toch wel vaak hulp kunnen zijn. Dus kennelijk was er op dit moment gewoon heel veel verkoopdruk in de buis. Nou, wat ik hier, die lijnen die u hier ziet in, op de 1 minuut grafiek, op de grote grafiek, dat is die blauwe lijn, dat is de daily open. En die bruine lijn hier, dat is de low van de vorige handelsdag. Dus we zitten op dit moment zitten we eigenlijk rond een niveau. Kijk, want het is natuurlijk zo dat de high en de low van de vorige handelsdag, dat zijn levels, daar kijken dus niet de daghandelaar alleen naar, maar daar kijken dus ook veel beleggers naar. Dus dat is iets waar je ook rekening mee moet houden. Daar vandaan dat ik dat er al ingezet heb, omdat dat gewoon levels zijn waar je rekening mee moet houden. Kijk, u ziet daar bovenin die groene. Nou, dat was de high van gisteren, van de DAX. Ik denk, dan gaan we even bij de DAX gaan we even helemaal terug naar 9 uur. Dat is wel leuk, dan beginnen we daar even. Het openen van de dag. Kijk, ik heb vanmorgen al even gekeken toen ik thuis was. En even kijken. Ja, kijk, met opening bedoel ik eigenlijk de opening van Londen, hoe hem open. De DAX gaat natuurlijk om 8 uur 's morgens open. Dan start in Frankfurt start de handel in de future. Maar tussen 8 en 9 moet je best wel voorzichtig zijn. Er kan vaak kunnen goede momenten tussen zitten. Begin vorig jaar heb ik ook een hele tijd gewoon tussen 8 en 9 toch wel eens wat gedaan. En op een gegeven moment, dan gaat het een aantal keren tegen je in. En dan zeg je nou, oké, dan kan het beter maar wachten tot 9 uur en eerst koffie gaan drinken. Omdat je namelijk tussen 8 en 9 hoofdzakelijk professionele handel hebt. Kijk, om 9 uur als Londen open gaat, dan komt echt zeg maar de bulk komt de markt. Met name de particulier en de optieorders en alles wat de markt kan beïnvloeden. Dat begint eigenlijk pas om 9 uur. Mijn advies is vaak van nou pas op voor 9 uur. Als je niet te veel extra risico wil lopen, begin dan om 9 uur. Nou, dan zien we dus hier bij de opening. Kijk, hier zien we om 9:02, dat heeft hier al mooi aan op het pijltje. Hadden we dus het eerste signaal. U ziet hier die groene driehoek. Ik heb. Op de achtergrond heb ik een groene verticale lijn. De candle heeft de goede kleur. Dus een positieve candle. De close ligt boven de opening. En die PMA die is hier groen. Dat is de goede kleur. Die is hier net van kleur veranderd. Dat kunt u hier zien. Dus hij voldoet hier aan mijn 4 voorwaarden. Nou, dan kijk ik onderin in mijn MACD. En dan zie ik dus dat hij hier op het punt staat. Van door die rode lijn heen te gaan. Kijk, hij was al boven de nullijn, dus dat was op zich al positief. Nou, op het moment dat hij dus door die rode lijn gaat, krijg je eigenlijk een bevestiging dat het op dat moment het momentum opwaarts is. Nou, je weet gewoon, stel dus dat je dit zou zien, dat je zegt, nou oké, hij zit er precies op, dat kan, dat gebeurt, dat soort signalen, zijn vaak overigens wel de beste signalen. Dan weet je gewoon uit de praktijk, als je een paar dagen met het systeem werkt, dat als ik deze close heb en deze signalen, dat er hoeven maar een paar punten bij te komen. En dan krijg je vanzelf dit in donkergroene gebeuren. Kijk, en dit is natuurlijk een mooie bevestiging dat het momentum erin zit in die markt. Nou, hier had je dus gewoon 10 punten kunnen pakken in deze beweging. Kijk, bij de DAX kijk ik naar de close. En dan leg ik mijn buy stop in dit geval. Hier leg ik 3 punten. Boven de close. Dus niet zoals bij de Eurodollar, bij de Forex, dat ik dat met 2 pips doe. Ik doe het bij de DAX, doe het met 3 punten. En dat is vanwege de hogere volatiliteit van de DAX. Daar moet je dus ook rekening mee houden. Dat naarmate de volatiliteit hoger wordt van het product, moet je ook die stops vaak verder wegleggen. Dat kan allemaal van invloed zijn op je uiteindelijke eindresultaat. Dus dit was gewoon een heel mooi signaal. En eigenlijk 1, 2, 3, nou, en na 4 minuten had je hier eigenlijk al je winst te pakken. En ook nog eens een keer je target van 10 punten. Nou, en dan stel dat je die gepakt had, dan ga je gewoon verder kijken. Dan ga je gewoon wachten totdat je weer een signaal krijgt dat voldoet aan die 4 voorwaarden. Kijk, en dat is natuurlijk ook van essentieel belang, dat u de discipline heeft en het geduld heeft om te wachten tot u de juiste signalen krijgt. Kijk,
Ik geef aan hier alleen de officiële signalen die volgens mijn regels gehandeld moeten worden. Er zijn natuurlijk meer signalen waar u op kan handelen, maar dat heeft te maken met uw eigen ervaring. En dat zult u zien, als u meer ervaring heeft, dan zult u zien dat er meer dingen zijn waar u op kan handelen. Maar de mensen die met het systeem beginnen, die verwachten van mij dat ik aangeef wat zijn de minst risicovolle trades. Nou, en dat zijn de trades die ik dus aangeef. Kijk, en dan ziet u dus hier, om 9.25 uur krijgen we de volgende, en dat is een short. Dat is wel heel leuk, want dat is in feite het leuke van het systeem ook. Je moet gewoon consequent aan het systeem handelen. Of het nou long of short is, ik weet het is soms heel moeilijk als je een long trade hebt gedaan om de volgende keer een short trade te doen. Maar dat is natuurlijk wel iets wat je zelf moet aanleren en dat is ook een vorm van discipline. Nou, we hebben hier dus een volgend signaal. U ziet hier een rode grote driehoek. U ziet op de achtergrond ziet u een rode verticale lijn. De close van die candle is goed. En die PMA is goed. Nou, dan kijk ik onderin naar mijn MACD. Kijk, en dan zie ik dus dat ik hier een hele mooie bevestiging heb. Kijk, hier is hij al door die nullijn gegaan. Hij wordt donkerrood, hij blijft hier rood. Nou, en op het moment dat ik bovenin in mijn grafiek een signaal krijg, ziet u dat hij dus hier ook heel mooi bevestigd wordt. Nou, en die trade, die doe je dus ook. En ook die trade, die was hier, had u hier een winst kunnen pakken. Even kijken, dan gaan we, nou, dan ga je dit dus door, bijvoorbeeld naar de, dan wacht je op de volgende. Kijk, dit bijvoorbeeld, dit lijkt wel leuk, want je bent natuurlijk, je denkt van, nou, oké, we gaan hier lager, hij komt even terug en hij gaat weer lager. Nee, deze trade mag u niet opvolgen. Deze trade moet u niet doen. Want dit is namelijk het omgekeerde van wat ik net liet zien bij die long trade. Kijk, hier ziet u dat mijn MACD van kleur verandert hier. Hij wordt dus van donkerrood, zeg maar, gaat in een licht rood-oranje. Nou, dit geeft aan dat het neerwaartsmomentum in de markt aan het afnemen is. Dus als u hier short gaat, betekent dit dat u een high risk trade doet. Dus u neemt meer risico met de kans dat het een foute trade wordt. Dus zo'n trade moet u dus niet doen. Dus deze slaan we over. Nou kijk, groen komt sowieso al niet te sprake, omdat we in feite hier onder de nullijn zitten. Dus dan kunnen we sowieso geen bevestiging verwachten. Hier hebben we de volgende, 9.48. Kijk, die voldoet ook weer. Een grote driehoek. De candle is goed. Op de achtergrond hebben we een rode verticale lijn. En we hebben, in de MACD zitten we precies op die korting, wat we net ook al zagen bij die long trade, meteen na de opening. Hier weet je van dat als die 2-3 punten doorstaat, dan krijg je vanzelf dit. Dus zo'n trade die pak je wel. En bij deze trade heb ik even niet veel tijd, dus heb ik dat straks even uitgezocht. Kijk, als u hier de short was gegaan, dan had u hier niet de target gehaald. Maar dan had u wel na 5 punten de stop op break-even kunnen leggen. Oh ja, dat moet ik ook even vertellen. Bij de DAX kreeg ik dus mijn stop los op van min 10 naar break-even als ik 4 à 5 punten in de winst sta, dus in de plus sta. Nou, dat was hier duidelijk het geval. En dan zie je dus op dat de koers niet verder wil zakken. Nou, dan word je hier uitgestopt. Nou, dat is op zich dat is jammer, maar dat is niks meer aan, want je hebt het wel geprobeerd. En wat dat is de voorwaarde om geld te verdienen, moet je wel regelmatig de markt doen. Nou, dus dan worden we uitgestopt, oké? En dan gaan we verder kijken. Nou, dan krijgen we hier een groene driehoek. Daar doen we niks mee. Deze, kijk, die is wel op zich een groene driehoek met een groene balk op de achtergrond, maar daar doen we niks mee, want we krijgen geen bevestiging onderin. En ondanks dat dit dus oploopt, zou je kunnen zeggen, ja, maar het momentum loopt op. Nee, het momentum, het neerwaarts momentum neemt af. Kijk, en dat is iets anders dan dat je echt oplopend momentum hebt. Want zolang je onder die nullijn zit, mag je ervan uitgaan dat in dit geval het neerwaarts momentum nog in die markt zit. Ja, alleen het wordt hier minder. Ja, dus dat betekent gewoon dat je daar niet rond moet handelen. Short ook niet.
Maar dat is gewoon een fase in de markt, waarin die markt als het ware zich moet gaan settelen en richting gaat kiezen. Nou, dan krijgen we hier het volgende. Deze candle. Dit is natuurlijk een hele mooie, grote driehoek. De achtergrond een rode, verticale rode lijn. En ik heb de bevestiging in MACD. Alleen bij deze candle, daar is er wat anders aan de hand. Ik heb toevallig een andere cursist van mij, die belde me vlak voordat ik hier naartoe kwam. En die was short gegaan op deze. En dat was fout gegaan. Ja, dat had ik je van tevoren kunnen vertellen. Kijk, u ziet dat deze candle, even kijken, dat is gewoon de high van die candle, die is 37. En de low van die candle is 13. Dus dat is 24 punten. Nou, als u een beetje ervaring heeft, en zo niet, dan moet u het maar van mij aannemen. Als je dat soort grote candles ziet, reageer daar nooit op. En zeker in de DAX niet. Kijk, het kan natuurlijk in extreme omstandigheden dat die markt in één keer door blijft zakken. Kijk, ik heb dat meegemaakt met 9-11 en de crash van 1987. Maar dat is niet normaal. Normaal krijg je, als je grote candles hebt, altijd vaak een soort pullback daarna. Dat wil niet zeggen dat dit misschien niet de richting van de markt is voor de rest van de ochtend. Maar op dat moment moet je daar heel voorzichtig mee zijn. En dat is hier precies uitgekomen. Je ziet dus gewoon dat die markt daarna weer even opviert. Kijk, ik hou voor mezelf altijd aan een candle van 10 punten. Dan word ik al voorzichtig om daar meteen op te reageren. Kijk, zoals hier, wat u hier ziet, dat is veel mooier. Dit is een normale markt. En dit soort candles, die komen doordat of de boel gemanipuleerd wordt, of doordat er een hele grote verkoper in één keer afscheid wil nemen van zijn aandelen in dit geval. Dat kan dus, maar goed, dat weet je niet. U moet zich ook nooit bij daghandel, moet zich ook nooit geen zorgen maken over waarom daalt, waarom zakt de koers of waarom stijgt de koers, want daar kom je toch nooit achter. Je handelt in het daytraden met de waan van de dag. En dat is ook de reden waarom u altijd goed naar de grafiek moet kijken. Daarom zeg ik altijd, de laatste gedaan prijs is de enige juiste prijs. Want fundamentele analyse, dat heeft totaal geen invloed op daghandel. Nou, hier hebben we het volgende signaal. Ziet u? Die voldoet in een grafiek aan de vier voorwaarden. Grote pijl. De achtergrond is goed. De candle is goed. De PMA is goed. Die moving average. Maar onderin ziet u in de MACD dat die licht rood is of oranje is. Dat die dus boven het rode lijntje zit hier. Nou, dat betekent dus dat ik hem niet op moet volgen. Omdat het op dat moment te weinig momentum in de markt zit. Dan zal ik even opschuiven. Kijk, deze, precies hetzelfde verhaal. Hij voldoet in de grafiek aan de vier voorwaarden. En hier is het nog duidelijker. Kijk, hier ziet u gewoon dat het momentum, het neerwaarts momentum, sterker aan het afnemen is. Nou, dan moet je dat gewoon niet doen. Dat is niks, dat signaal. Deze ook, dit signaal, dit voldoet in de grafiek niet aan de voorwaarden, dus die volgt u ook niet op. Kijk, hier krijg ik een groene, dat is wat ik toen straks zei. Kijk, in principe, als dit rood is onder de nullijn, handelen we in short. Zit het boven de nullijn, dan handelen we alleen long. Dat soort uitzonderlijke situaties heb je natuurlijk niet als die markt op een gegeven moment gaat bodemen of gaat toppen. Kijk, want hier krijgen we bijvoorbeeld al een long signaal, dat in mijn grafiek voldoet aan de vier voorwaarden. Maar dat wordt niet bevestigd onder in mijn MACD. Kijk, hij geeft wel duidelijk aan dat het meerwaarts momentum aan het afnemen is. Dat is wel. En stel dat je deze trade zou doen, dan is het een high risk trade. Kijk, ik persoonlijk doe soms deze trade wel eens. Ja, maar dan kijk ik naar het grotere plaatje. Ja, en moet ik wel het gevoel hebben dat de onderliggende kracht, zeg maar, in die markt toch wel opwaarts is. Als je dus in een situatie zit, zoals hier, waarin dus eigenlijk de markt vanaf de opening tot pakweg 10 voor 11 aan het zakken is.
dan moet je voorzichtiger zijn. Dan zou ik deze trade niet doen, hè, omdat dan de kans groter is dat je misschien even iets herstelt en daarna weer verder gaat zakken. Ik weet niet eens meer uit mijn hoofd wat er nu komt, dus het is voor mij ook nieuw. We gaan gewoon even kijken. Nou kijk, dat is dus wat ik net bedoel eigenlijk. Je ziet dus hier, stel nou eens even kijken, stel dat je deze trade die close is, kijk op 704. Dus het wordt op 707 en de high van deze is 718. Nou ja, dat is toch nog ruim 10 punten, dus je had hier natuurlijk wel wat kunnen scoren. Maar u ziet zelf wel hè, dat het eigenlijk hier ook meteen weer einde verhaal is van die beweging. Dus dit is gewoon een high risk trade. Hè, dus die adviseer ik zeker mensen die beginnen met het systeem niet doen. Hè, je moet gewoon wachten tot je signalen hebt hè, die helemaal kloppen. Want dat is namelijk ook goed voor uw zelfvertrouwen. Hè. Kijk, als u een aantal trades doet die goed gaan, dan bouwt u zelfvertrouwen op. En u bouwt vertrouwen op in het systeem. En dat moet je gewoon, dat heeft even tijd nodig. Kijk, deze rode pijl wordt niet bevestigd door de achtergrond. Deze groene pijl wordt ook niet bevestigd door de achtergrond. Dus dat zijn allemaal signalen die we niet opvolgen. Omdat het aangeeft dat er ergens iets in die markt niet voldoet aan de voorwaarden die ik in het systeem heb gezet. En plus dan nog eens een keer, dat als je hier zeg maar, zo'n driehoek krijgt die eigenlijk short aangeeft en hier een driehoek die long aangeeft, kun je ook al de vraag stellen van, hé, die markt die weet eigenlijk niet wat die wil. Dat zijn de conclusies die je daar ook weer uit kunt trekken. Je moet ook niet alleen maar je helemaal focussen op die pijlen, je moet ook kijken van welke informatie kan ik uit de markt halen. Kijk, en hier krijgen we weer een rode die voldoet aan de vier voorwaarden in mijn grafiek. Behalve onderin in mijn MACD. Ziet u dat? Kijk, hij geeft duidelijk aan dat het momentum aan het dalen is in die markt. Dat kunnen we hier aan zien, omdat het donkergroen dat verandert in lichtgroen onder die rode lijn. Maar hij zit niet onder de nullijn. Dus dit is een trade die je officieel volgens mijn regels niet moet doen. Kijk, en dan zal er heus wel eens een keer een trade voorbij komen van je achteraf zegt, ja, die had ik eigenlijk wel moeten doen. Maar als we zo redeneren, zeg ik altijd, dan had ik al lang op de 30 meter jacht aan mijn haken overzeten. En dan zou het heel makkelijk zijn. En dat is het gewoon niet. Kijk, deze voldoet ook weer aan vier voorwaarden in de grafiek. Die doe je ook niet, omdat die onderin niet bevestigd wordt. Hij geeft weliswaar aan dat het neerwaarts momentum weer afneemt, maar hij zit nog wel steeds onder die nullijn. Nou, kijk, en u ziet hier zelf, kijk, de groene en de rode driehoeken die volgen elkaar op. Nou, dat geeft dus eigenlijk aan dat er geen enkele richting in zo'n markt zit. Dus met andere woorden, daar moet je gewoon even van afblijven. Van een markt. Een markt die zijdelings beweegt, in een zogenaamde trading range zit, en zeker als het een smalle trading range is, zoals hier, daar moet je afblijven, want dat gaat bijna altijd geld kosten. En dat is de discipline die je natuurlijk moet hebben. En dat is hier eigenlijk nog heel makkelijk te zien ook. Hè? Als ik even kijk, deze erbij pak, deze horizontale lijn. Moet eens kijken, als ik die horizontale lijn hier over het topje leg, en hier aan de onderkant ergens hier pak. En dan zit je gewoon in een trading range waar je niks mee kan. Even kijken, hier hebben we een signaal dat voldoet aan de vier voorwaarden in de grafiek. En ik heb de bevestiging onder in de MACD. Nou, even kijken naar de close van deze candle. Die is 11.701. Dus dat wordt 11.698. Daar zou dus mijn sell stop komen te liggen. Nou, ik heb u straks verteld, ik laat een order nooit langer dan 5 minuten liggen. En dan zien we dus hier dat die 1, 2, 3, 4, 5, dit is de vijfde minuut, dat die order niet getriggerd wordt. Nou, dan moet u uw order cancelen. Niet laten liggen, gewoon weghalen. Want het
omdat we zo dicht op de markt zitten, moet het ook snel gebeuren. Eigenlijk moet je heel snel gelijk krijgen. Dat is een voordeel. Nou, u ziet dus hier, u hebt het geprobeerd. Het werkt niet. Je kunt u afvragen, ik heb een short signaal gekregen wat aan alle voorwaarden voldoet en de markt wil niet omlaag. Wat klopt er dan niet? Klopt dan het signaal niet of doet de markt raar? Nou, in dit geval mag ik stellen dat de markt heel vreemd bezig is, want dat zien we hier al uren daarvoor. Hij blijft zijdelings bewegen. Kijk, en hier krijgen we weer dan een koopsignaal die voldoet aan de vier voorwaarden in de grafiek. En dan zit je, nee, dan zitten we nog net, even kijken, hier, nee, zitten we nog net eigenlijk in het gebied waarin je niet de bevestiging hebt in je MSCD, dus die pakken we ook, die slaan we dan ook over. Kijk, en dat is wel een typisch voorbeeld van een signaal. Waarvan u zegt, nou ja, daar had ik toch een signaal willen hebben. Natuurlijk, dat had ik ook graag willen hebben. Maar als ik zorg dat het systeem hier een signaal gaat geven, dan betekent dat dat ik aan de andere kant weer ergens heel snel signalen ga krijgen die allemaal fout zijn. Dus daar heb ik met het systeem rekening mee moeten houden. Je moet kijken naar een soort gemiddelde, moet je als het ware gaan. Want alles wat je doet, dat heeft een consequentie. Dus als ik hier sneller een signaal wil hebben, dat betekent dat ik zoals hier in de afgelopen uren ook veel meer foute signalen zou krijgen. En dat wil ik niet. Ja, dan heb ik liever dat ik maar een keer zo'n signaal mis. Want het is, kijk, als dit toevallig hier had gestaan, dan was die wel goed geweest. Dat verschilt soms van markt tot markt. Nou ja, en zo kunt u dus doorgaan. Ik zal u nog even laten zien hoe we op allebei tegelijk in de gaten kan houden voor de mensen die dat leuk vinden. Hier heb ik ze beide staan. Oh ja, ik zal ook nog even laten zien hoe ik met die orders hoe ik dat doe. Kijk, ik heb hier links heb ik de DAX staan. En rechts heb ik de euro-dollar. Dan heb ik op de achtergrond heb ik hier de 15 minuten van de DAX. Dus dan heb ik links mijn 1,5 grafiek en hier 15 minuten. En hier heb ik 15 minuten van de euro-dollar. Terwijl ik daar de euro-dollar op staan. Dus zo kun je in feite, heb je dan toch nog best veel informatie. Kun je dingen opzoeken, kun je in de gaten houden. Nou, stel even, kijk, ik krijg op dit moment krijgen we niet in de euro-dollar krijgen we een signaal. Zie je hier. Even kijken, dat voldoet aan de voorwaarden. Ja, dat wordt onder in de kwestie. Nou, dan even kijken, ik zal het even aan. Dan ga ik een cel inleggen. Oké, dat staat hier. En dan kijk, maak ik hier van de market order, maak ik een stop order. En dan komt hier een order te liggen. En die leg ik dan hier op de juiste plek. Even kijken, dat zal even hier. Leg ik hem even hier. En dan zet ik verkoop. Kijk, en nu ligt mijn order in. En kun je in principe gewoon van wachten tot die gehit wordt. Even kijken waar de ik zie niet de target en de stop liggen, Filip. Die ligt dat aan mij? Heb ik iets verkeerd gedaan? Oh nee, wacht even, die komen er pas in als de order gehit wordt. Ja, sorry. Dat is waar ook, ja. Nee, die, hoe heet het, zo direct op het moment dat u dus dat u gehit wordt, hè, dat u dus een open positie krijgt, op dat moment zet hij automatisch zijn target en zijn stop los. Wordt één van de twee daarna gehit, dan sluit hij ook automatisch de andere. Dus dat is een zogenaamde bracket order. Dat betekent dat u dus eigenlijk op het moment als je de order inlegt, dat je eigenlijk dan verder helemaal niks meer zou hoeven te doen. Ik raad het niet aan, omdat ik net wat straks zei, van als je het op een gegeven moment ziet dat je positie hebt en die target wordt niet gehaald en je ziet hem haperen, ja, dan moet je gewoon je order sluiten en moet je gewoon niet instappen.
Kijk, ik doe dat bijvoorbeeld zelf, doe ik dat nog wel eens in de dakstaan. Daar gebeurt het nog wel eens wat vaker, dat er enkel momentum in komt. Stel dat ik in de taxi of in de bike-order leg, maak ik een stop van en ik koop. Even kijken waar ik naar ligt. Ja, dit zal het zijn. Ja, dat is orde, maar is het niet goed? Nou, weet je wat? Ik leg hem even op. Ik vind het nog namelijk snelle handel. Als ik dit aanzet, en nu ga ik een byword invoeren. Ik zet stop. Go. Kijk, hier is het. En dan kan ik hem hier gaan plaatsen. Ja. Maar, en dat wilde ik dus eigenlijk vertellen, dat weet het, ik heb hier dus in de DAX ook een target van 10 en een stop los van 10. Ja, maar als ik dus op een gegeven moment dan in een trade zit en ik zie dat in één keer het momentum toe wil nemen, of ik zie dat in één keer meer, dan leg ik bijvoorbeeld een target, dat schrijf ik op naar plus 20. En dan als je dan bij plus 16 of plus 17 begint te haperen, dan sluit ik gewoon mijn order. Ja, want dan heb ik in feite al meer dan wat ik aanvankelijk gepland had. En daar moet je dus heel flexibel mee omgaan. En omdat natuurlijk die markt, die kun je niet sturen. Ja, dat zou natuurlijk heel makkelijk zijn voor dat voorbeeld. Maar dat gebeurt dus niet. Nou, net als hebben we in de euro-dollar hebben we een positie. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet veel van verwacht, omdat de euro-dollar natuurlijk de hele ochtend al één vervelend patroon is. Net hetzelfde ook, gaat hij zo weer omhoog ook. Maar het gaat even om het demonstreren van hoe de orders werken. Ik weet niet, Philippe, zijn er vragen eventueel van mensen? Nee, als er vragen zijn, haar zijn zeker niet de vraag te stellen in de chatboek naam. Dus je kan in de chatboek naam rechts een vraag stellen en dan kan de collega dat doen. Sturen. Kijk, rechts kunt u dus nu zien, kijk, hier ligt nu de target, dat is die groene lijn hier, en hier ligt een stop los. We hebben een vraag van Edwin. Edwin, een vraag, wat is de hit ratio? De hit ratio die zit tussen de 50 en de 75%. Dat varieert natuurlijk, dat fluctueert regelmatig in verband met de volatiliteit van de markt. Ja, maar dat is ongeveer de hit ratio. Ja, en verder nog een vraagje van Walter. Waar komen de groene en rode balken van? Waar die vandaan komen? Ja. Ja, die maken onderdeel uit van het systeem. Dat hebben we dus zeg maar in het hele systeem geïntegreerd. En dat hebben we op deze manier hebben we dat hier visueel gemaakt. Ja.
om het systeem gewoon eigenlijk heel simpel te laten werken, dat je er makkelijk mee kan werken. Walter vraagt ook, waar komen de, werkt het ook op de Boont Future bijvoorbeeld? In principe werkt het ook op de Boont Future, ja. En u kunt het wij spreken ook op de DAO Future gebruiken, dan werkt het ook. Kijk, de DAO Future die lijkt qua bewegingen veel op de DAX, is die veel vergelijkbaar. Verder nog een vraag van Alain. Wat is het rendement dat je kan verwachten door deze strategie toe te passen? Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk te beantwoorden, omdat je natuurlijk afhankelijk bent van degene die op de achter de knoppen zit. Maar net wat ik zeg, als je dus consequent handelt, zoals ik het net uitgelegd heb, dan kom je dus op een hitratio van tussen de 70% en 75% ergens uit. En ja, wat werkelijk het rendement wordt, en dat is ook afhankelijk van de grootte van uw orders. Kijk, waar het om gaat is, ik reken nooit in geld. Ik reken altijd in punten in de DAX en in de uur en de Forex reken ik in pips. Kijk, en daaraan kun je zien wat je kan halen. En of 10 punten in de DAX 250 euro is, of 2500 euro, of 25.000 euro, dat bepaalt in feite uw portemonnee, hè, hoe groot u kan handelen. Maar in principe is het zo dat als u, of u nou met 1000 euro begint te handelen, of met 100.000 euro begint te handelen, de momenten waarop u op de knop om te drukken is exact hetzelfde. Kijk, dat is natuurlijk ook een manier van werken. Als u op een gegeven moment naar uw demo-periode besluit om, ik ga nu live handelen, begin dan weer met een hele kleine positie. Omdat ik uit ervaring weet, dat iedereen, dat als die overstapt van een demo naar echt geld, dan gebeurt er iets tussen je oren. En daar moet je gewoon rekening mee houden. Dus dan moet je gewoon naar zo'n klein mogelijke positie weer gaan. En dan, als je dan zeg maar het gevoel weer hebt, zoals je met je demo handelde, dat je dan langzaamaan je posities uit gaat breiden en groter gaat maken. Totdat je daar ook de grens in bereikt van waar jij zegt, van, nou, oké, dit vind ik acceptabel, of dat is emotioneel, kan ik dat... Alain repliceert, dat is allemaal duidelijk, maar je moet toch enigszins een idee hebben. Ja, rendement toe. Ja, maar dan moet hij een concrete vraag stellen met hoeveel hij wil handelen. Ja. Kijk, als u zegt van nou, ik ben van plan om met dat en dat kapitaal te gaan handelen, want dat is natuurlijk ook nog eens een keer zo. Dat het bedrag dat u stort bij de broker, dat bepaalt in feite hoe groot u kan handelen. Hè? Omdat je met die marginverplichtingen zit. En ik adviseer altijd van zorg dat je margin nooit groter is dan pak echt 30, maximaal 50% hè, van hetgene wat op je account staat. En omdat je namelijk ook in de situatie kan komen dat er wel eens een paar trades achter elkaar fout gaan. En dat is bijvoorbeeld ook een advies wat ik altijd heb. Als je 3 foute trades achter elkaar hebt gedaan, moet je stoppen. Dood gewoon om de reden dat er dan iets niet klopt. Of jij zit niet goed in je vel, je bent te gretig, of je bent niet consequent genoeg, of de markt is gewoon niet te handelen. Dat is altijd wel een reden en ga dan op een gegeven moment, loop weg van je scherm. Ga de hond uitlaten, of ga koffie drinken en kom dan terug en ga dan analyseren waarom het fout is gegaan. En dan kun je bepalen om te zeggen, nou oké, ik ga door vandaag of ik stop vandaag. Dat doe ik ook. Soms is het gewoon niet te handelen. Nog een vraag van Edwin. Hoeveel uur per dag handelt u en hoeveel tijd doet u in deze periode? Ik handel hoofdzakelijk van 's morgens 9 tot een uur of 11, 12, half 1. Kijk, in de DAX is het zo, op het ogenblik, dat je tussen 9 uur en 11 uur zo'n beetje toch vaak je slag moet proberen te slaan. De Forex is natuurlijk een wat ander verhaal, omdat het 24 uur doorgaat. En daar zie je ook dat je bijvoorbeeld 's morgens om 9 uur of eerder al eigenlijk vaak kan handelen. Omdat daar de opening van Londen minder invloed heeft dan bijvoorbeeld bij de DAX. Ja, maar dat zijn, wat mij betreft, zijn dat 's morgens de beste uren. Zou je 's middags willen handelen, dan adviseer ik altijd, nou, wacht dan tot 3:30. Tot de holstit open gaat en ga dan weer wat proberen te doen. Omdat je daarvoor vaak zit met 2:30 als de economische data bekend worden gemaakt in Amerika. En dat kan de markt soms ook behoorlijk in beweging zetten.
Een vraag van de heer Van der Roal. Handelt u de hele dag door of stopt u na het behalen van een bepaalde opbrengst per dag? Je moet jezelf een bepaalde target stellen. Kijk, en dat kun je natuurlijk niet van tevoren doen. Dat moet je gewoon door ervaring moet je zien wat reëel is. Maar stel dat u zegt van nou, ik heb een 10 punten in de dag per ochtend heb ik genoeg. Dan kun je zeggen, nou oké, ik heb er 10. Dan kun je zeggen, nou oké, ik probeer, er komt één goede trade, die probeer ik nog. Is het een winststreek? Dan is het mooi, dan is het extra. Wordt het een verliesstreek, dan moet je ook acuut stoppen. Want dan hou je namelijk plus over. Kijk, de enige manier om consistent te worden met deze handel, dat is door gewoon consequent steeds je winst te pakken en niet door te blijven handelen. Ja, want de garantie dat als je meer gaat handelen, dat je meer geld gaat verdienen, is niet waar. Oké, dan had ik nog een vraag van Alain. Dus wat is uw persoonlijk rendement bij het handelen? Nou, als ik een slecht jaar heb, dan zit ik op 30%. En als ik een goed jaar heb, dan zit ik op tegenwoordig op 120% op jaarbasis. Maar ook dat soort dingen, dat heeft te maken met de markt. Hè. Kijk, toen ik in de goede jaren, dat was eind 80e jaren, op de optiebeurs. En toen werkten we allemaal met externe financiers. En er werd soms verwacht dat je 200-300% op jaarbasis van je geld maakte. Maar dat kan alleen maar met veel risico. Het is heel simpel. Als je veel geld wilt verdienen, moet je heel veel risico nemen. Wil je op safe spelen, ja, dan ga je ook minder verdienen. Dat is onlosmakelijk verbonden in deze handel. Dan had ik nog een bijkomende vraag van Edwin, die daar straks vroeg wanneer u handelt. Hoeveel trades doet u in de periode dat u handelt? U stelde, ik handel tussen 9 en 11 ongeveer. Hoeveel trades doet u dan ongeveer bij de nadering? Nou, dat is afhankelijk natuurlijk van de volatiliteit van de markt. Dat heeft u net gezien. Ik heb net de DAX de hele ochtend laten zien. Kijk, maar dat varieert gemiddeld genomen, zeg maar, ergens tussen de 3 en de 5-6 trades op een ochtend. Tenminste, als je dus werkelijk de signalen die het systeem geeft opvolgt. Kijk, als u andere momenten ook erbij gaat handelen, waarvan u denkt, nou, dat is het misschien wel, of dat is het, dan ga je natuurlijk meer handelen. Maar als je dus puur kijkt naar de signalen van het systeem, dan zit dat zo'n beetje tussen de 3 en de 6 trades per ochtend. Met soms uitschieters naar boven en ook een heel enkele keer wel eens een uitschieter naar beneden. De 1 of 2 trades doen. Zo, ik zie verder geen vragen meer opduiken. Dus ik dank alvast Louis voor zijn betoog, voor zijn uitleg. Mochten er later vragen zijn, aarzel niet om ons te contacteren. We zijn nog even beschikbaar. Dus mocht er vragen zijn, sta nog even in de chat. We zijn nog een paar minuten ter beschikking. We houden eraan jullie vast bedanken voor jullie deelname. En hoop maar vast dat het. En wens alvast een heel fijn weekend en een heel fijne trainingweek volgende week. Ja, in ieder geval hartelijk dank voor uw aandacht. En mocht u nog vragen hebben, stel ze voor rust. En geen probleem. U kunt ze naar Philippe sturen. En die stuurt het ook weer naar mij. En dan hoort u van mij.